We hebben hier in onze garage al heel veel elektrische auto's mogen ontvangen en de meeste daarvan ja, die bleken eigenlijk een volwaardig alternatief te zijn voor de auto met conventionele verbrandingsmotor. Het enige probleem, onder de 40.000 euro kwamen die zelden, maar maakt dat het financiële plaatje toch niet volledig klopte. Maar daar komt nu verandering in, de Dacia Spring. Nu is elektrisch rijden wel betaalbaar geworden. Alleen is de vraag, hoeveel compromissen moet je daar dan voor sluiten? Je kan het artikel van de Dacia Spring er uiteraard ook op nalezen in ons magazine, al is dat ondertussen wel al even uit te rekken. Maar geen paniek, het staat uiteraard ook digitaal ter beschikking en dat op autogids.be. Ben je toch op onze site? Check dan ook even ons nieuws. We hebben er ook een heleboel info en mocht je nog tijd over hebben, er staan uiteraard ook nog een hoop andere tests die je daar kan ontdekken. Hans? Vandaag gaan we de budgettour op. Ja, inderdaad. Betaalbare EV. Ik ga onmiddellijk al een vraag stellen, want ik zie elektrische Dacia. Ik ga er dan vanuit, zien zijn formaat, dat hij op het platform van een Twingo staat. Ja, fout. Fout, ja. Nee, eigenlijk is dit de Renault Kwid. En dat is een model. Ja, dat is een model dat Renault in 2015 gelanceerd heeft in India. Ah, een soort van low-budget model daar. Die is ondertussen ook te koop in Zuid-Amerika. Mm-hmm. Dan hebben ze voor de Chinese markt een elektrische versie gemaakt in 2019. Ja. Dat is de Renault KZE. Zijn we er al of gaan we nog verder? Ja, we zijn er bijna. Die KZE komt nu naar Europa als Dacia de Spring. Aha! Hij wordt ook gebouwd in China trouwens. Dus het is een Chinese auto eigenlijk? Ja, een Chinese auto. Ah, oké. Okay. Zeg, ziet er dan ook... Hij ziet er identiek uit. Dus die SUV-look heeft hij ook in China? Ja, ze hebben er nu... Dit is een speciale versie. Uh-huh. En die heeft dan bijvoorbeeld van die dakrails. Hier van die beschermstukken. En okay. Dus dat is speciaal voor Europa gedaan, eigenlijk voor onze smaak. Ja. Eerder dan dat tijd. Het is geen off-roader, wil ik zeggen. Nee, het is absoluut geen off-roader. Oké, okay, ja. En het is ook geen 4x4? En ook geen 4x4. Ja. Zeg, ik heb nog wel... Ik heb dat net al even rondgelopen. Ik zie geen oplaadpoort. Dus ik vraag me wel af, waar moet je hem opladen? Ja, die zit hier verstopt. En dat is eigenlijk wel handig. Ah, ja. Onder het Dacia-logo. Ah, okay. Ja. Dus dat betekent dat je niet aan één kant van de auto moet laden, wat soms wel onhandig kan zijn. Ja, absoluut. Dit is eigenlijk een heel logische plek en dat vind ik wel goed. Geen frunk. Dat is wel goed in deze, want we zien dan effectief wat er onder de kap zit. Ja. Het lijkt me niet veel. Ik bedoel dan, de grootte van de motor is wel vrij beperkt. Nee, het is echt een heel bescheiden motor. 33 kilowatt. Dat is het equivalent van 45 pk. Oeh, dat is amper iets. Ja. Ja. Dus hij gaat dan van 0 naar 100 per uur in meer dan 19 seconden. Dus dat is een van de traagste auto's die je kan kopen. Hij kan ook maximum 130 km per uur. Dus als hij de eco-knop indrukt, dan kan hij maximum 90 km per uur. Ja. Oké. Oké. En de batterij, hoe groot is die dan? De batterij, dus die zit onder de achterbank, ja. 27,4 kilowattuur. Dat is ook niet overdreven veel. Ja, dat is niet zoveel. Alsjeblieft, zeg me dat het snel aan een ander rapper gaat. Je kan tot 30 kilowatt laden. Ja, dat is ook. Ja. Dus als alles goed loopt aan een snellader, kan je in een uur opladen. Ja, oké. Okay. Ja. Zeg, ik zie nu wel iets vreemds. Die punten daar, ik veronderstel dat dan van... De originele Kwid nog goed is? Ja, dat zijn de originele motorsteunpunten. Hè. Dus daarop is gewoon heel de elektrische module gemonteerd. Ja. En ja, een elektromotor is veel kleiner dan een verbrandingsmotor, dus daarom dat er zoveel plaats over is. Maar het geeft wel aan dat dit dus oorspronkelijk bedoeld was voor een verbrandingsmotor. Ja, dat zie je heel duidelijk. Ja, ik weet dat Dacia low-budget is en dat je daar dan consequenties inhoudt qua afwerking, maar dit is nu toch wel heel cheap, hè? Ja, wat had je gedacht? Hè? Ja, het is zoals gezegd low-budget en dat zit in alle domeinen. Ja, want zit alle luxe erop? Zullen we daarmee beginnen? Airco heb je, zie ik. Ja, je hebt airco. Je hebt ook wel een navigatiesysteem. Maar dat is niet nieuws, hè? Van de oude stempel. Ja. Dat is het oude media-nav-systeem dat Renault 10 jaar geleden, denk ik, voor het eerst beginnen gebruiken. Ja, voor de rest heb je twee airbags.
Je hebt stoelen en een dak boven je hoofd. En, want die stoelen, ja, ik kan de mijne niet verstellen. Nee. Gaat dat bij jou? Het is niet in de hoogte verstelbaar. Ook bij jou niet dan? Wel natuurlijk in de lengte. Ja. Het stuur is ook niet verstelbaar, zowel in de diepte als de hoogte niet. En vijf plaatsen dan? Of? Vier. Het zit hem namelijk zo. De auto weegt 1 ton en 20 kilo. Ja. En maximum toegelaten gewicht is minder dan 1,3 ton. Dus eigenlijk in de praktijk, vier volwassenen kan je meenemen, maar dan mogen het geen al te stevig gebouwde exemplaren zijn. Dus vier van mezelf, dat zal niet lukken? Nee. Nee. Maar bijvoorbeeld drie van jezelf en dan nog een peuter erbij, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Zou er wel vreemd het zien van buiten aan bekeken. Ja. Maar dat lukt nog. Maar en voor de rest, wat de cruise control heeft, hij wel ziek? Of is dat een snelheidsregelaar of een limiter? Of wat is dat? Dat is de snelheidsbegrenzer. Ja, dus het is wel een beetje lullig. Een cruise control hadden ze perfect erin kunnen programmeren. Te meer omdat met een elektrische auto, je voelt veel minder hoe snel je rijdt. Hè? Ja, dus als de limiet 50 is, dan moet je echt wel een snelheidsmeter in de gaten houden. Want anders zit je op 55, op 60. En, maar je voelt dat veel minder dan vroeger bij een benzine bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is dan wel digitaal, het schermpje? Dus, ja, het is een klein digitaal zwart-wit scherm. Maar de wijzerplaten, het zijn geen analoge wijzers, hè? Wat is het dan wel? Nee, ja, het zijn zo. Het is niet digitaal? Het is geen scherm, het zijn geen digitale tellers, maar het is een soort van tussenvorm. En de koffer, is die dan wel praktischer? Het is een klein kofferbakje, maar dat is ook wel logisch natuurlijk voor auto van dit formaat. Dat kunnen we niet meer verwachten dan dat. Nee. Ja. Zo, 290 liter. Dat is alleszins al beter qua ruimte dan de achterbank. Hè? Ik wil zeggen, voor een stadswagen ja, is dat... Het is bruikbaar. Hè? Ja. En bovendien, je hebt hier een volwaardig reservewiel zelfs onderin liggen. Ja, Hans. Hoe leuk dat ik het ook vind om bijna op je schoot te zitten, maar echt heel ruim is hem niet. Hè? Ik had dat daar straks ook al gezien in de garage, dus ik ga ervan uit dat Dacia de spring gemaakt heeft voor in de stad. Ja, het is echt een stadsauto. Hè. Hij is, zoals gezegd, heel smal. En dat is in de stad natuurlijk wel een voordeel. Bijkomend voordeel is ook, een elektromotor is ook smal, waardoor de wielen veel meer kunnen uitslaan en de draaicirkel klein is. Dus je kunt echt heel soepel omkeren in de straat. Oké. Ja. En ik wil zeggen, hij is wel gemaakt voor de stad, maar kan je er ook mee buiten de stad? Je kunt wel op de snelweg, maar ik zou hem toch eerder omschrijven als monomaan. Dus je kunt op de snelweg, hij kan 130, maar hij is wel echt traag daar. En het is toch niet echt een auto om elke dag mee op de ring van Brussel bijvoorbeeld te rijden. Ik zou er eerder mee rondom de kerktoren enzovoort blijven. En stel dat je dan rond de kerktoren blijft, hoe lang kan je dan rond die kerktoren draaien? Wat is een actieradius? Toch een hele dag, denk ik. In principe heb je een 200-tal kilometer rijbereik. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Verschil zomer en winter. Maar het is wel zo. Het is de zuinigste elektrische auto waar ik al mee gereden heb. Ah ja, oké. Okay. En hoeveel is dat dan, naar kilowattuur? Ik zat op zijn best op een 11-tal kilowattuur per 100 kilometer. Serieus? Ja. Man, dat is echt wel. Hij is heel licht, oké. Hij weegt maar net iets meer dan een ton. Dus, Ja, we zijn daarnet trouwens van een verkeersplateau afgereden. Hij is ook wel enorm zacht, hè? Allee, hij is echt goed gedempt, vind ik. Ja, je hebt veel bodemvrijheid en je hebt ook weer door het feit dat hij zo licht is. De demping moet niet heel hard zijn om het koetswerk onder controle te houden. Dus hij doet dat wel goed. Ja. Oké, Hans. We hebben al heel veel water bij ons erbij moeten doen. Afwerking is niet denderend. We missen wel wat opties. Dus we hebben echt nood nu aan wat goed nieuws, want we hebben gezegd dat hij goedkoper was. Maar hoeveel goedkoper is het dan effectief? Ja, je had het in het begin al gezegd. Hè. Het is wel echt de goedkoopste elektrische auto die je kunt kopen. €17.190 op dit moment. Ik vind dat nog wel redelijk veel. Ja, dat is veel voor een stadsauto. Ja. Dat is heel weinig voor een elektrische auto. Dus dat is waar. In vergelijking met een ander stadsautootje met een benzinemotor, een 1 liter is dat dan of zo, is hij ongeveer €5.000 duurder. Ja, oké. Okay. Maar verdient zich dat dan terug of niet? Wel, er is natuurlijk een maar. Ik heb het eens berekend, de gebruikskosten dan, en dan heb ik specifiek over de energiekost. Als je de huidige energiekost gebruikt, dus zowel de benzineprijs en de stroomprijs, die natuurlijk wel fluctueert, maar we nemen de huidige prijs,
dan is het omslagpunt bereikt op 60.000 kilometer. Dus na 60.000 kilometer heb je die 5.000 euro terugverdiend. Ik zal het zo zeggen. Vanaf dan ben je eigenlijk echt goedkoper af. Maar dan moet je natuurlijk eerst de investering maken om een, op een elektrische auto te komen. Ja, oké. We gaan het wat persoonlijk maken, hè, deze conclusie. Stel dat het moet elektrisch zijn, hè, dus tweede wagen en het moet elektrisch zijn. Jij mag kiezen, het is jouw budget. Wat doe je dan? Koop je de Dacia Spring nieuw of ga je toch op de tweedehandsmarkt kijken? Ja, ik denk dat inderdaad als tweede auto wel belangrijk is. Ja, het is heel belangrijk. Als het je enige auto is, dan is dat toch eerder beperkt. Maar om op je vraag te antwoorden, ik zou dan toch, en ik heb eens gekeken naar bijvoorbeeld andere elektrische auto's met technologie van de vorige generatie, de eerste i3's, elektrische Golfs, Leafs, vind je eigenlijk ook voor die prijs met een gelijkaardig rijbereik enzovoort, ik zou dat toch eerder voor een occasie gaan. Omdat je meer auto koopt? Je hebt meer auto eromheen. Ja, en voor hetzelfde rijbereik eigenlijk. Ja. Dankjewel Hans voor deze alweer bijzonder deskundige uitleg. U uiteraard bedankt voor het kijken. Dit was het wat deze video betreft, maar zoals u ondertussen wel weet, vindt u nog een hoop andere van onze videoverslagen op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende!